Anna, Katharina Wouters, werd geboren op 10 maart 1804 in Haart, een dorp in Brabant. Mijn naam is Anna Katharina Wouters. Ik woon in Tremelo en daar noemen ze mij Kato. Ik was de vrouw van Frans de Veuster en de moeder van Damiaan. Ik noem hem nog altijd onze chef. En nu, die hebben ze hem heilig verklaard. Ik ben er fier op natuurlijk, maar bij heilig stel ik mij toch iets anders voor. Franciscus bijvoorbeeld, die kon spreken met de vogels. En Petrus en Paulus, die hebben nu leven gegeven voor het geloof. Akkoord, akkoord. Onze chef heeft ook zijn leven gegeven, maar dat kan denk ik omdat hij kopper was. Ik zie geen enkele oude jongen die rond zijn hoofd kan passen. Ja, ik noem hem nog altijd onze chef, terwijl heel de wereld hem Damiaan noemt. En nu, heilige Damiaan. Ze hebben precies een tekort aan heilige, denk ik dan. Het is wel goed als onze chef daarvoor nodig hebben. Ja, nu denkt je misschien dat dat niet schoon is van mij, dat ik zijn eigenste moeder zo over hem spreek. Maar ik ben rechtuit, ik zeg mijn gedacht. En ik wil ook niet ingaan tegen wat de paus verkondigt, maar wie kent haar zoon het best? Zijn moeder of de paus? Dat ze hebben mijn mening niet gevraagd. En als ik in Tremelo in de kerk sta en ik zie al die heiligenbeelden, dan denk ik, onze chef past daar niet tussen. Als hij een heilige is, dan is hij zeker een heilige apart. Ja, begrijp je niet verkeerd. Het was een goede jongen. Ik wil geen enkel kwaad woord zeggen over hem. En hij had verschillende deugden. Maar om heilig te zijn, mankeerde hij toch een paar christelijke deugden. Gehoorzaamheid bijvoorbeeld. Hij kon dat niet. Hij dacht altijd dat hij het beter wist en hij bleef slagen totdat hij zijn gedachte kreeg. En koppig dat hij was, koppig. Ik heb er geen gedacht van. Maar ja, dat had hij niet van vreemden. De Veusters waren keikoppig, dat wist iedereen in Tremelo. Maar onze chef had de hardste kop van allemaal. O ja, ik weet wat ze in Tremelo allemaal over mij weten, dat ik 2 keer moeder werd vooraleer ik trouwde. 2 schone dochters had ik, Eugenie en Constance. Frans pakte ze erbij toen hij met mij trouwde. Dat was een schone geste van hem. En ik beloofde hem eeuwige trouw, meer dan ik toch niet toe. Mamère, zo noemde wij mijn schoonmoeder. Mamère was niet content dat haar zoon met mij was getrouwd. We moesten bij haar inwonen. Dan begon ze echt een oorlog tegen mij. Ik heb daar veel afgezien. En als we 10 jaar getrouwd waren, kregen we een eigen woonst. Ja. Want toen al 6 kinderen. Ik was voor de 7e keer zwanger. Ja, en het was winter in Tremelo. Toen op 3 januari 1800.
1940 onze chef werd geboren. Onze jongste zoon. Een sterke jongen, stralend van gezondheid. En niks liet vermoeden dat hij later heilig zou worden. En wij hadden graag gezien dat onze jongste zoon de graanhandel van zijn vader zou overnemen. Want aan mijn eigen in de familie heb je niet zoveel. Maar hij vertrok naar Hawaii. Toen hij 23 jaar was, 23, en ik heb hem nooit meer weer gezien, nooit meer, hoort je dat, nooit meer. Die haar zoon ziet weggaan en die weet, ik zie hem nooit meer terug. Je kunt dat niet beschrijven. Ja, brieven schrijven deed hij wel. Soms lange brieven met Hawaiians ertussen. Aloha, oe, mama, bono. Dat wil zeggen, dag lieve moeder. Zijn brieven waren 6 maanden onderweg. Ik heb ze allemaal bewaard. Ik heb ze wel 1000 keer gelezen. En ik heb er een paar meegebracht. Maar het meeste nieuws over hem, dat vernam ik toch van zijn oudere broer, onze Gust. Die was binnengetreden in het klooster van de Pater Spipussen in Leuven toen hij 20 jaar was. Hij kreeg als kloosternaam Pater Pamphil. Pamphil. Ik heb dat altijd een rare naam gevonden. En onze Gust was niet de enige die naar het klooster was gegaan. Nee, Eugenie heb ik er zelf naartoe gebracht. Want ze was een beetje te zot van het mansvolk. En ze zou daar een goede opvoeding krijgen. Ze is nooit teruggekomen. Ze werd non. Later kreeg ze tyfus en ze stierf. Pauline, haar zus, volgde haar voorbeeld. Die werd ook. Ik had 3 kinderen in het klooster. Ik heb het geroepen, ik heb het gezworen. Dat met onze chef geen waar zal zijn. Maar ja, het is helemaal anders afgelopen. Hij werd niet alleen pater, hij werd ook heilig verklaard. Mag ik het niet allemaal snel achter elkaar vertellen? De pater spiek tussen hadden een missie in Hawaii. En onze Gust wilde daar naartoe als missionaris bij wilde mensen die afgoden vereerden of die ze hadden bekeerd tot het protestantisme. Dat was toch veel erger. Eén ding weet ik zeker. Als je kinderen kwijt bent aan het klooster, dan zijn ze er niet als je ze nodig hebt. En met dat in gedachten hielden wij onze chef thuis uit de school toen hij 14 jaar was. Hij was niet van de slimste en zijn vader kon hem goed gebruiken. En we werken dat hij kon werken voor 2. En een tijd lang ging het allemaal goed, maar hij kon toch niet goed verdragen dat zijn broers Frans konden spreken en hij niet. We zetten hem dus op internaat in Bruilemond om zijn Frans te leren. Hij als enige Vlaming tussen al die Walen. Pesterijen natuurlijk. En hem uitlachen. Maar het duurde niet lang. Onze chef zijn vuisten maakte indruk.
Ja, hij is altijd de vechter geweest. Een echte vechter op alle gebieden. En hij wist heel goed dat hij van ons een nee zou krijgen als hij ook met een roeping zou afkomen. Hij schreef daarover brieven aan zijn broer, onze Gus, en die moedigde hem natuurlijk aan. En op een dag, op kerstdag, kregen wij een brief. Een briefje. De minder ouders. Ik geloof niet dat je mij zult weigeren de stap naar het klooster te zetten. Omdat het God is die mij roept en die ik moet gehoorzamen. Want door mij, uw kind, niet toe te laten Gods wil te volgen, zoudt je u ondankbaar tonen aan God, die u daarvoor op een verschrikkelijke manier zou kunnen straffen. En door mijn roeping te verliezen, zou ik voor eeuwig ongelukkig zijn. Hij zette ons tegen de muur. Hij zette ons mes op de keel. En op 3 januari, zijn verjaardag, gingen vader en zoon de Veuster met de trein naar Leuven. En Jef trad binnen in het klooster van de paters Pietpissen. Hij was 19 jaar. Hij stortte zich op de studie van het Frans en van het Latijn, omdat hij voor zijn opleiding naar een officiaat in Parijs wilde gaan. Maar daar lachten de jonge Franse novicen hem uit. Hij was een dikke, dom Vlaams boerker. Maar hij kreeg zijn zin. Hij mocht zijn gelofte afleggen. Ik was niet content. Ik was 2 zonen en 2 dochters kwijt aan het klooster. Misschien een betere bestemming dan het kerkhof. Maar klooster of kerkhof, in mijn ogen scheelde niet veel. Maar op een dag nochtans was ik gelukkig. Onze Gust werd priester gewijd en hij mocht samen met Jef naar Tremelo komen om zijn eerste mis te doen. Geen kat die niets begreep van zijn moeilijke preek met veel Franse en Latijnse woorden. Maar hij stond daar toch zo schoon, in zijn blinkende kazuiven. En achter hem de kloeke gestalte van Jef. Toen was ik gelukkig. Maar dat geluk duurde niet lang. Onze Gust wilde naar Hawaï. Maar hij kreeg tyfus en hij mocht niet vertrekken. Haha, geluk bij ongeluk, dacht ik. Maar dat was zonder onze Jef geregeld. Achter de rug van zijn overste in Leuven schreef hij een brief naar de algemene overste in Parijs en hij vroeg of hij de plaats van zijn broer mocht innemen. Hij kwam af met het argument dat vervoerbewijs, peperduur, 1000 Franse frank, fortuin in die tijd, dat vervoerbewijs mag niet verloren gaan en in Hawaï hebben ze mensen nodig. Hij haalde zijn slag thuis. Hij moest vertrekken. Het afscheid was pijnlijk. Zijn vader wilde niet uit de slaapkamer komen om afscheid te nemen. Hij kon het niet. Ik nam afscheid aan de postkoets naar Leuven.
tranen in onze ogen. Niet bij hen, niet bij mij. We leken onbewogen. Hij stak zijn hand nog eens op, alsof hij op reis ging naar Scherpenheuvel. Ik stak ook mijn hand op. De koets reed weg en verdween in de bocht. Tranen liepen over mijn wangen en mijn hart kromp ineen van verdriet. Voor hem begon het leven. Voor mij begon een leven zonder hem. Ik kreeg nog een foto als herinnering. Ja, hij stond er goed op, want die foto met zijn te klein ijzeren brilletje. Ik heb die foto altijd bewaard in mijn gebedenboek. Ik heb er wel 1000 keer naar gekeken. Mijn gezonde, ongeschonden zoon. Later ging een andere foto van hem de wereld rond. Dan ja, verwoest door de ziekte. Afgrijzelijk om aan te zien. Alleen het ijzeren brilletje herinnerde nog aan zijn jeugd. Gelukkig heb ik die foto nooit gezien. Gelukkig. Maar het blijft moeilijk voor mij. Moet uw kind niet gehoorzamen aan zijn ouders? Moet dat niet? Ik heb daar veel over nagedacht. Ik vind dat dat moet. Want als ik eerlijk moet zijn, als hij aan ons gehoorzaam was geweest, had hij niet kunnen doen wat hij gedaan heeft. Oh, en hij was toch niet tegen te houden. Op 9 november vertrok hij uit Bremershaven in Duitsland met een vrachtboot en 16 passagiers. Ze moesten wachten op een gunstige wind, want het was koud en vochtig. En hij schreef ons nog een brief. Beminde ouders, we staan op het punt om onze vaders en moeders, broers en zusters en onze confraters en het mooie Europa te verlaten. We zullen bewoners worden van een moeilijke, woelige zee, klaar om ons op te slorpen, om te gaan wonen bij onbeschaafde mensen. Dit offer is groot. Voor een hart dat teder houdt van zijn ouders, zijn familie en zijn geboorteland. Vaarwel, lieve ouders. Van nu af aan zullen we niet meer het geluk hebben om elkaar te omhelzen. Laat ons in onze gebeden aan elkaar denken. Zorg voor altijd als godvruchtige christenen te leven. Ik omhels u teerhartelijk en ik blijf voor altijd uw liefhebbende zoon, Chef de Veuster. Uw liefhebbende zoon. Wilt u zich zien? 48 dagen op zee, 5 maanden, met stormen, zeeziekte, slecht en gebekeld eten en een stinkende kajuit met kakkerlak. En soms is over de reling hangen en kijken naar de zee en naar de dolfijnen. En wat verderop naar de walvissen. Hij was vertrokken.
terugkeren kon. Hawaii was een paradijselijk eiland. Dat werd ontdekt door kapitein Cook, een Engelsman. En de Kanaken, zo noemen ze de Hawaiianen, die hebben kapitein Cook en zijn bemanning ontvangen als blanke goden. Maar de matrozen misbruikten hun vrouwen. En ze brachten vuile ziekten mee. Syfilis. Misschien wel mijn laatste. De Kanaken waren zo ontgoocheld in kapitein Cook dat ze hem hebben vermoord en daarna opgegeten. Ja, dat spookte elke nacht door mijn hoofd. Onze chef tussen de menseneters. Hij zat goed in het vlees. Ik hoopte dat dat dan niet de ramp zou opvallen. Dat hoopte ik. Hij werd in Hawaii priester geweest. Hij deed in Hawaii zijn eerste mis. Ver van ons. Ver van zijn familie. Het was een ondraaglijke gedachte voor mij. Ik was niet gelukkig, zoals destijds bij onze gust. Onze chef was zo ver, zo eindeloos ver van mij. Beminde vader en moeder, in plaats van een rustig leven, moet je hier gewend raken aan reizen te land en ter zee, te paard of te voet. Je moet hier verschillende talen kunnen spreken. Ik kan al preken in het Hawaiiaans. En als ik het juiste woord niet vind, neem ik mijn zakdoek en snuit mijn neus. Maar het moeilijkste van alles is om te midden van al die miserie het gebed te bewaren. Ik ben nu missionaris in een verdorven land, vol afgoden. Ik zit op Hawaii, een eiland minstens zo groot als België. In het midden zijn er 3 vulkanen. Eén ervan is nog altijd actief. Ik sta altijd op keiharde lava. Het weer is hier helemaal anders. In 1 uur moet je schuilen voor een storm en een half uur later voor de brandende zon. Hoe gaat het nog met u, lieve moeder? Zijt je nog altijd zo sterk en gezond? Ik vraag u vergiffenis voor al het verdriet dat ik u heb aangedaan. Vergeef mij aan mijn streken. Ik ben hier nog nooit ziek geweest en ik weeg nog altijd 87 kilo. In mijn kleine huisje ben ik helemaal alleen. De zieken komen hier nooit. En na de mis komt een vrouw, ze is niet ziek, wees gerust, komt ze wat eten klaarmaken, rijst, kip, koffie en enkele pannenkoeken. 'S avonds eet ik de overschot met een kopje thee dat ik op mijn lamp verwarm. Bij het licht van de lamp bid ik mijn plezier, ik lees of studeer een beetje. Of ik schrijf enkele brieven. Maar je moet niet verwonderd zijn dat je niet te veel brieven van mij ontvangt, want ik werk hier heel veel. Vergeet mij toch niet. Ik die dag en nacht over vulkanen loop op zoek naar het verloren schaap. Bid dag en nacht voor mij en vraag ook aan anderen om voor mij te bidden. Maar wees toch niet te veel bezorgd, want wie God dient, is overal gelukkig. Damiaan de Veuster, priester, missionaris. Wie God dient, is overal gelukkig.
In zijn brieven vroeg hij geld om een kerk te bouwen en een kapel. Dat moest komen op een strategische plaats om het landschap te kunnen domineren en om de ijver van de protestanten te kunnen dwarsbomen. Ik stuurde hem geld voor een klok in de kerktoren, zodat hij niet meer op een kinkhoorn zou moeten blazen om zijn mensen te verzamelen. Hij schreef me dat ik weinig schreef. Maar moest ik schrijven dat ik verdrietig, omdat ik door zee en zee gescheiden van hem moet leven, gescheiden voor altijd. Soms wilde ik dat hij dood was en begraven. Dan had ik rouwkleren kunnen dragen, bloemen gaan leggen op zijn graf. En mijn tranen de vrije loop laten. Ik kon het niet aanvaarden dat hij ons had verlaten voor ongelovige vreemden. Soms dacht ik, hij is ook verlaten. Hij is helemaal alleen. Hij werkt zich in het zweet door die keiharde lapen. Hij heeft niemand om mee te praten, hij is eenzaam. En onze zus begreep niet dat zijn broer in Leuven zich bezighield met theologische onnozelheden. Nee, onze zus begreep dat niet. Toen hij 5 jaar in Kamerharen was, gebeurde er iets ergs. De grootste vulkaan van de wereld barstte los. Alles ging tegen de vlakte, ook de kerk die jij zo moeizaam had omgebouwd. De klok die ik hem had laten bezorgen was kapot, een grote barst. 2 maanden lang was er geen zonlicht op het eiland, door een grote, donkere stofwolk. De heropbouw was amper begonnen. Of het suikerriet werd verwoest door een insectenplaag. Niemand kwam nog bij onze chef. Ze liepen weg van hem. Want ze dachten dat dat de woede was van hun oude goden. En ze liepen allemaal terug naar hun vroegere zeden en gewoonten. En onze zus twijfelde aan alles. Hij twijfelde aan alles, zo schreef hij. Hij was eenzaam als mens en als priester. Hij kon met niemand praten. Met niemand. Hij kon niet eens in de kerk spreken waar hij zoveel belang aan hechtte. En onheilige berichten over Hawaii gingen de wereld rond. In 1 jaar tijd waren meer dan 1000 mensen gestorven van melaatse. Meer dan 1000. Niemand kende de oorzaak van de ziekte. Niemand wist hoe ze te genezen. En de overheid nam strenge maatregelen. Het schiereiland Kalawao was door een hoge rotswand van 600 meter gescheiden van de rest van het eiland Molokai. Het werd onteigend en daar werden de melaatsen naartoe gebracht. Een natuurlijke gevangenis, zeg maar. Een soort concentratiekamp. Die mensen waren overgelaten aan hun lot. Ze leefden nog, maar ze waren levend dood. Ze werden levend begraven. En tussen die levende doden leefde onze zelf.
Ik heb mij dikwijls afgevraagd wat mijn laatstheid eigenlijk was. Ik dacht, de mensen verliezen hun ledematen en ze sterven. Maar onze chef schreef, de eerste symptomen zijn zwarte plekjes op de huid, vooral op de wangen. Op die plaatsen verdwijnt het gevoel. Mijn laatstheid is pijnloos. Hun adem vergiftigt de lucht. Er komen zwarte plekjes op het hele lichaam. Dan beginnen de zweren, vooral op handen en voeten. Tenen en vingers worden weggevreten en beginnen te stinken. Hun ogen worden rood. Ze kunnen ze niet meer sluiten. Ze kunnen niet meer slapen. Als tegengif tegen de stank ben ik beginnen roken. Ik probeer de vriend te zijn van iedereen. En ik vind mijn grootste geluk de Heer te dienen in zijn arme en zieke kinderen die van de andere mensen verstoten worden. Een medebroeder die voor enkele dagen bij hem op bezoek was geweest, vertelde dat hij een vrouw had gezien van wie de rechterzijde open lag, vol wormen, waar ingewanden waren bloot, maar die vrouw voelde niets, geen pijn. En onze chef zat bij haar. Hij nam haar in zijn armen. Ze stierf. Iedere dag stierf er iemand, soms twee, soms drie tegelijk. De doden moesten begraven worden, ja, dat was niet eenvoudig in die keiharde laven. Daarom werden de uitgebergde lichamen dubbel geplooid en in een ondiep graf gelegd. Maar 's nachts kwamen de wilde varkens om de lijken op te graven. En 's andere daags vonden ze de resten op de akkers. Ik was bezorgd. Zeer bezorgd, zoals iedere moeder dat zou zijn. Die weet dat daar zo'n dag en nacht gevaar loopt. Dan, iedere dag brandde ik een kaars. Maria, gij zit ook moeder, gij weet wat ik voel. Spaar hem, bewaar hem. Hij is alleen maar liefde. Bewaar Cambiano. Cambiano, zo noemden de Kalaken hem. Mooie naam, Cambiano. En ik heb mij dikwijls afgevraagd hoe het komt dat alleen hij heilig is verklaard. En zijn medebroeders niet tegelijk met hem, want hij was niet de enige en ook niet de eerste. Nee, de protestanten waren de eerste. Aanvankelijk was de afspraak met de bisschop dat vier priesters de zorg zouden krijgen voor de melaatse en dat ze om de drie maanden elkaar zouden aflossen. Onze chef vertrok als eerste, met niks anders in zijn handen dan zijn brevier. Na 1 week al besloot hij om er definitief te blijven in een gevaarlijke, moeilijke en eenzame situatie. Maar ja, hij hield ervan moeilijke dingen te doen. En zijn beslissing werd bekendgemaakt in de buitenwereld. De kranten schreven over hem. En direct kwam er een solidariteitsgolf op gang in Honolulu, de hoofdstad, en in heel Hawaii.
Er kwamen zelfs twee prinsessen op bezoek. Dat heeft onze Gust mij verteld. Maar de aandacht die Damian kreeg, was moeilijk te slikken voor zijn medebroeders en voor zijn overste. De kranten bewonderden hem, maar zijn overste niet. En de bisschop was niet gelukkig met zijn beslissing, maar hij kon hem niet terugroepen, want alle ogen waren op hem gericht. En de protestantse kerkleiders zaten verveeld met de heldendaad van de katholieke Damian. Voor hun gehuwde dominees was het niet mogelijk om de gezondheid van hun gezin te riskeren. En voor de regering was het ook geen geschenk. De quarantainewet bepaalde dat hij bij grote uitzondering toestemming kon krijgen om daar te blijven wonen, maar dat hij dan nooit meer mocht terugkomen. Onze Gust vertelde ook nog dat de Kanaken niets begrepen van de ruzie tussen de twee blanke gemeenschappen van priesters. Ze maakten ruzie met elkaar en ze brachten dezelfde boodschap. Ze riepen scheldnaam naar elkaar. Je bent een kette, een leugenaar, een afgodendienaar. Ja, dat riepen ze. En celibaat, dat was totaal onmogelijk voor de Kanaken. En daar maakten de protestanten gebruik van. En ze begonnen te vertellen dat onze chef te doen had met vrouwen. Iedereen wist dat dat niet waar was. Hij was nooit alleen. Iedere minuut was hij tussen de mensen. De deur van zijn huis stond altijd wagenwijd open. Iedereen kwam erin en uit, dag en nacht. Dat die protestanten zo vertelden, dat was niet eerlijk. Ik ken de verleidingen van het lichaam. Ik wist bij mezelf, bij mijn zonen en mijn dochters, en niet bij onze chef. Ik had het hem graag gegund om van een vrouw te houden. Het zou hem zachter hebben gemaakt en inschikkelijker. Maar hij was altijd zeer veelijzend, vooral voor zichzelf. De eerste weken dat hij in Kalawango was, sliep hij in open lucht onder de pangdamboom in het gezelschap van mieren en muggen. En schorpioenen. Voor hij vertrok, had de bisschop hem gezegd: wees voorzichtig. Blijf op afstand van de zieken. Ga nooit in hun huizen. Eet nooit met hen. Raak hen vooral niet aan. Ja, zelf had hij ook schrik. Want paardrijden deed hij zonder zadel, omdat hij bang was van een besmette leder. Maar ja, hij kon dat niet lang volhouden. Toen hij zag wat er gebeurde met de stervende menat. Die werden in een doek gerond, op de kruiwagen getild, dat sterfgoed gereden en daar kreunend op de lege vloer uitgekeerd. Kon hij die stervende bijstaan, zonder hem aan te raken. Hij wilde hen laten voelen dat ze voor hem nog mensen waren. Wellicht denk ik nu, is hij daarom zo bijzonder. Mensen die niemand meer wil aanraken, neemt hij in zijn armen.
Hij doet zoals Jezus. Die raakte ook mijn laatste aan. En zoals Franciscus. Die sprong van zijn paard toen hij hem mijn laatste langs de weg zag zitten. Hij kuste hem. Wellicht is hij daarom, omdat hij deed, heilig verklaard. Ik heb mij voortdurend verwonderd afgevraagd. Waar haalt hij de kracht vandaan om te kunnen doen wat hij doet? Waar haalt hij die kracht? Hoe kan hij leven in die onmogelijke omstandigheden en dan nog proberen het onmogelijke waar te maken? Waar haalt hij die kracht? Ja, ik heb maar één antwoord. Uit zijn geloof. Maar ik heb er mij nooit kunnen mee verzoenen dat ik hem nooit meer terug zou zien. Het afscheid voor altijd blijft op mij wegen. Hij had daar minder moeite mee. De Kanaken waren zijn familie geworden en zijn vrienden. Hij schreef alleen nog naar onze Gust. Hij hoopte nog altijd dat hij naar Hawaii zou komen, maar die had het veel te goed in Leuven als professor van theologie. En onze zus schreef hem: mijn zeer dierbare broer, een heel jaar is voorbij gegaan zonder ook maar één bericht. Hebt u broer vergeten? Die iedere dag aan u denkt, maar ik vergeef u graag. Mijn bezigheden zijn alle dagen dezelfde. En ik leef in zekere zin buiten deze wereld. Ik heb u niets interessants te melden. Wel dat ik een nacht en een dag op tocht ben geweest om mijn biecht te kunnen spreken. Ik ben in het donker op mijn gezicht gevallen, op keiharde lamen. Er is een groot verschil tussen mijn zware en pijnlijke tochten en de plezierreisjes van de priesters in Europa. Maar ik benijd u niet. Wel heb ik in het algemeen veel verdriet en weinig troost. Wanneer ik ziek zal worden, zal ik blij zijn dat mijn einde nabij komt. Soms benijd ik mijn zieke wanneer ik hem begraaf. Hij was 32 jaar toen hij dit schreef. En hij had om hulp gevraagd, want hij kon alleen niet meer doen wat moest gedaan worden. Hij sprak over zichzelf als een lamp zonder olie. En hij kreeg hulp van pater Andreas, een Hollander, die 10 jaar ouder was dan hij. Andreas had een harde kop, dat wist iedereen. En dat moest dus botsen met onze chef. Iedereen wist ook dat Andreas een moeilijk mens was. Maar ja, onze chef was dat ook. Dat hebben zijn overste vroeger dikwijls gezegd. Dat kwam door zijn opvoeding. Door mij dus. En weet je wat de provinciaal ooit heeft gezegd? Dat hij, ondanks zijn deugd en ijver, een mislukte priester was, die niet door de molen van Leuven was gegaan, dat hij geen verstand had en dat hij alleen aan zichzelf dacht. Wat denkt die overste wel? Is dat een christenmens? Nu, wat hij ook dacht, onze chef kreeg een koninklijke onderscheiding voor zijn werk bij de Melaatse. En de internationale pers schreef
dat hij een grotere held was dan de eerste christenen die in de arena voor de leeuwen werden gegooid. Dat schreef de internationale pers. Ja, ik moet u ook nog zeggen wat hij allemaal deed, want dat is ongelooflijk. Wat is niet te doen? Hij timmerde doodskisten en hij groef grafkuilen om de doden te begraven. Hij legde een pijplijn aan van 800 meter. Hij bouwde houten huizen, een kerk, een kapel, een school, een weeshuis. En ondertussen schreef hij nog lange brieven met veel Hawaïaans ertussen. Hij stichtte een fanfare. Ja, een fanfare. De dirigent was Mellaat. En naast de fanfare stichtte hij ook een zangkoor. Hij deed de mensen zingen. Echt zingen. Hij bracht een beetje paradijs in de hel. Hij vond een lepel uit voor mensen die geen vingers hebben. En met twee vingers van zijn rechterhand at hij met hen pooi uit dezelfde kalebas. Pooi, dat is een soort hutsenpot. Hij verzorgde de zweren van de zieken. Hij speelde met de zieke kinderen. Hij had een omheining gemaakt rond het kerkhof om de wilde varkens tegen te houden. En hij nam weeskinderen onder zijn hoede. Hij leerde hen muziek spelen en voetballen. Ja, voetballen. Uit oude petroleumbussen maakte hij fluiten. En daarop konden ze spelen met één of met twee vingers. En de voetballers, oh, de voetballers. Ze strompelden naar het doel, op stompelden. In de kerk waren twee meisjes die op het harmonium speelden. Maar in de plaats van samen 20 vingers, hadden ze samen maar 10 vingers. Maar ze maakten muziek en dat maakte de mensen blij. En weet je wat hij ook nog stichtte? Een doodskistenclub. Ja, een doodskistenclub. De leden betaalden bij elke begrafenis enkele centen om later hun eigen kist te kunnen betalen die $2 kostte. Op de begrafenis waren ze in het zwart gekleed, met een kleurrijke das om de hals. Ze zongen, ze zwaaiden met vlaggen en ze maakten muziek op trommels en fluiten. Dat waren de leden van zijn doodskistenclub. Ja, hij was 43 jaar. Toen hij geen gevoel meer had in zijn linkervoet. De dokters konden niets anders dan de ziekte vaststellen. Zijn medebroeders hoorden het nieuws en de laatste zagen hoe de ziekte aan zijn lichaam begon te vreten. Hij sprak hen toe met de woorden: wij, mijn laatste, woorden die later wereldberoemd zouden worden. Hij schreef nog naar zijn broer: ik ben nog altijd even sterk als toen ik vertrok, behalve dan dat mijn linkervoet alle gevoel verloren heeft. Het is een vergif dat heel mijn lichaam zal vernietigen. Ik word bedreigd door een ziekte die erger is dan de dood. Praat er niet te veel over. Laten we voor elkaar bidden. Hij had meer dan ooit steun nodig, maar die kwam er niet. Brieven van de thuisvrouw bleven uit. Ik wist nog altijd niet dat hij ziek was. Zijn broers en zussen wisten het wel. Oh, het
konden we hem ook schrijven. En van zijn overste kreeg hij een verbod om nog naar de hoofdstad Honolulu te gaan. Als hij toch zou gaan, zo schreef hij, zou dat een bewijs zijn dat hij een liefdeloze egoïst was. Maar wat denkt die overste wel? Is dat de christenmens? Waarom doen ze hem zoveel pijn? Zien ze dan niet dat hij alleen maar liefde is? Of zijn ze misschien blind? Hij ging toch. Hij bracht een nieuwe Japanse therapie mee. Maar de ziekte tegenwoordig, nee. De laatheid was ongeneeslijk. Hoe ik het dan geweten heb dat hij ziek was. Wel, het bericht werd bekendgemaakt in Europa en in Amerika. De Belgische kranten namen het bericht over en zo vernam ik dat mijn zoon, onze chef, melaat was. Afgrijzelijk om te zien. En op dat moment dacht ik aan zijn geboorte. Een sterke jongen, stralend van gezondheid. Ja, dat dacht ik toen. En bijna op hetzelfde moment kreeg onze gast een verslag van een Amerikaanse schrijver die bij hem op bezoek was geweest toen hij nog niet ziek was. En die schreef: de deur van de kapel zwaaide open en een jonge priester heette ons welkom. Zijn soutane was versleten en vaal. Zijn haar was warrig als van een schooljongen. Zijn handen waren vuil en vereeld door het harde werken. Maar zijn gezicht straalde. Zijn optreden had de kracht van zijn jeugd, een heldere lach en een inspirerende aantrekkingskracht. Ik zag hoe hij in zijn miserabele Sint-Filomena-kerk in Kalawao een mis voorging, te midden van zijn gelovigen, waarvan velen werkelijk opgestaan leken uit de verrotting van het graf. De stank was nauwelijks te harden. Maar ze zongen allemaal, allemaal. Het was een feest. En ik dacht aan een passage uit het evangelie, waar tien melaatsen roepen: Heer, heb medelijden met ons. Hun gebed is waarlijk verhoord. God zegent hen in de persoon van Danja. Hij was gelukkig. Veel gelukkiger dan diegenen die in de wereld leven. Ik was jaloers op hem. Al deze woorden hebben mij veel troost gegeven. Heel veel troost. In de laatste maanden van zijn leven zag de Amerikaanse overheid de lof voor hem als een kritiek op haar eigen gezondheidsbeleid. En ook de bisschop had weer kritiek. Waarde pater Damian, ik zie met onbehagen dat de kranten u verheerlijken en de dingen in een vals daglicht stellen, zonder rekening te houden met wat de regering en de missie doet. Er is lof voor het offer van uw leven, maar de lof bedwelmt u en u wordt gevaarlijk. U moet wat meer nederigheid oefenen. Ik begrijp die bisschop niet. Waar houdt u zich mee bezig? Heeft hij niets anders te doen dan kritiek te geven? Onze chef had fouten, natuurlijk. Wie heeft er geen? Maar hij heeft nooit succes gezocht. Hij wilde alleen de melaat een beetje een beter leven geven.
paradijs brengen in de hel. Hij schreef nog naar zijn broer dat hij nu begon te denken dat hij een onwaardig priester was en dat hij alle hoop op verbetering had opgegeven. Want ademhalen en stappen was moeilijk. Al zijn spieren waren aangetast. De korsten op zijn handen werden zwart. Zijn ogen waren rood en puilden uit. Hij kon ze niet meer sluiten. Hij kon niet meer slapen. Overal op zijn lichaam kreeg hij donkere, koperkleurige vlekken. Zijn gezicht was misvormd, omdat hij een wenkbrauw verloren had. Zijn voeten waren gezwollen en hij viel dikwijls. En intussen kwamen er altijd maar meer en meer melaatsen in de kolonie. Meer dan 1000, meer dan 200 weeskinderen. Maar met hem ging het altijd slechter en slechter. Hij schreef mij nog een brief. De laatste. Hallo, dag moeder. Ik schrijf in het Frans. Niet omdat ik het Frans vergeten ben, maar omdat de woorden me niet direct te binnen schieten. Moeder, mijn gezondheid is redelijk goed. Hij was toen al erg ziek. Goddank. Soms laat ik mijn paard groeien. Ik rijd al grijze haren. Ik heb last van een zware verkoudheid, omdat ik door een angstaanjagende regenbui geheel doorweekt ben thuisgekomen. Oh ja, ik heb mijn voet verbrand met kokend water, zat voerder terloops aan toe. Ik heb de preek zitten moeten houden. Een maand lang heb ik niet kunnen stappen. Zo speel ik zelf voor zieken, te midden van mijn zieke mensen. Maar ik zal mijn kruis met blijdschap dragen. Moeder, hebt ge nog wat knikkers voor mijn weeskinderen? Ik heb er geen meer. Kom naar hier om bij mijn oude dag door te brengen. Er is lekkere koffie op Calabarro en een berg eieren van 60 kippen. En je kunt mij helpen in de keuken. Hij eindigde in het Vlaams en vroeg om een dagelijks gebed. Hij was een bijzonder iemand voor Hawaï en voor heel de wereld. Hij schreef nog naar zijn broer dat melaatsheid een ziekte is die begint aan de buitenkant van het lichaam. Maar zodra de binnenkant is aangetast, is onze enige hoop op bevrijding van de ellende de dood. En de dood kwam op 15 april om 8:00 's ochtends. Het was maandag. Het was de maandag geweest. Hij lag op de grond op een stromatras. Hij was 49 jaar. Sanderdags werd hij begraven onder de pandangboom waar hij geslapen had. Op een plek die hij zelf had uitgekozen. Zijn kist werd gedragen door 8 melaatsen. Ze waren in het wit gekleed. En achter hem liep een stoet van vrome kinderen, mannen, zieken, kreupelen, maar ze zongen luid, ze zongen allemaal. En de leden van de doodskistenclub waren in het zwart gekleed, met een kleurrijke dans om de hals. Ze zongen mee, ze zwaaiden met vlaggen en ze maakten muziek op trom.
alleen maar liefde. Mijn liefzoon. Mijn heilige Damian. Anna Katharina Wouters stierf op 6 augustus. Ze was 82 jaar. Ze stierf in het dorp waar ze altijd had gewoond, in Trier.